Stichting Wijd Mijn Lammeren bestaat 20 jaar. In dat kader heeft de stichting voor de 6e keer de Nationale Gebedsdag voor Kinderen gehouden in de Congreshal. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Tijdens deze gebedsdag wordt er voor en door kinderen gebeden. Opkomst was groot. Jong en oud, klein en groot, waren aanwezig om voornamelijk te bidden. Volgens Gloria Likushu, directeur van de stichting Wijd Mijn Lammeren, is deze gebedsdag niet alleen bestemd om voor de kinderen te bidden, maar belangrijk is dat de kinderen ook zelf bidden. Likushu vertelt waarom de gebedsdag in leven is geroepen. De gebedsdag voor kinderen is in het leven geroepen om speciaal te bidden voor de kinderen van Suriname. Als het niet zo goed gaat in een land of wel goed gaat, maar hoe dan ook is het zo dat kinderen afhankelijk zijn, dat kinderen heel kwetsbaar zijn, dat kinderen echt bescherming en hulp nodig hebben. En als moeder, als vader doe je je best, maar je kan er niet altijd zijn voor je kinderen. Daarom is gebed heel erg belangrijk. Niet alleen om voor kinderen te bidden, maar ook dat het door kinderen wordt gebeden. Want gebed is goed altijd voor iedereen. Dus jong geleerd is al gedaan. De stichting heeft een bijzondere kinderwerker van het jaar gehuldigd. Schooljuf Miguela Sampi uit het district Brokopondo heeft een ruiker en een award ontvangen. Ondanks er geen kerk of gemeente is in haar dorp, bidt zij regelmatig met haar kinderen. Volgens Likushu zijn kinderwerkers nodig, want zij houden zich voornamelijk bezig met kinderen uit de huizen. Als er geen mensen zijn die tijd, energie en liefde geven aan kinderen, dan kan het kinderwerk niet bestaan. We zijn afhankelijk van de liefde van vrijwilligers. En daarom zijn we vandaag een 7-tal vrijwilligers speciaal gehuldigd. We hebben 1 kinderwerker van het jaar gehuldigd. Dat is een hoofdjuffrouw uit Duwata van Brokopondo. Die is echt inzet daar voor de school, voor de kinderen, ook voor het maatschappelijk welzijn van de kinderen. Want onderwijs voor haar is niet alleen rekenen en taal, maar ook zijn voor de kinderen. Hun praten, hun motiveren, hun oppeppen als ze een beetje down zijn. En dat doet ze geweld daar. Dat is juf Sambi van Brokopondo. Voor de rest van de kinderwerkers van Panica en Paramaribo, die langer dan 5 jaar wekelijks pro deo in te huizen de kinderen begeleiden. Dus helpen met kinderpastoraal. Aldus Gloria Likwishu, directeur van de stichting Wijd Mijn Lammeren. Zij sprak vanmorgen tijdens de 6e Nationale Gebedsdag voor kinderen gehouden in de congreshal. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken.